Hallo, welkom. In deze video ga ik jullie meenemen in een mooie functionaliteit om condities opnieuw te bepalen binnen een workflow. Het was natuurlijk altijd al mogelijk dat als een workflow in een taak terecht kwam, dat er automatisch bekeken wordt of dat er een bepaalde conditie waar of niet waar is. En afhankelijk daarvan werd er uiteindelijk een actie uitgevoerd. Wat we nu gemaakt hebben, is dat één keer per dag ook nog eens een keertje de condities automatisch opnieuw bepaald worden. Machtig gave functionaliteit met eindeloos veel mogelijkheden. Laten we dan gaan kijken hoe dit in zijn werk gaat. We zitten hier in Mijn Insight. Aan de hand van twee voorbeelden ga ik jullie laten zien hoe de condities opnieuw bepaald worden binnen een workflow. Allereerst de verzameldeclaratie van Floor. Die heeft namelijk reiskosten ingediend. De reiskosten zijn inmiddels afgekeurd door de leidinggevende met de vraag: waren dit zakelijke kilometers? Om voor elkaar te krijgen dat deze workflow gaat zweven, heb ik Floor uit dienst gemeld. Je ziet het hier, de workflow staat inmiddels terug bij de instuurder, maar Floor is uit dienst. Wat je natuurlijk graag wil met zo'n workflow, is dat hij automatisch op basis van een conditie uit dienst bij de salarisadministratie terechtkomt. Dus we zullen zo meteen zien dat de status niet instuurder is, maar salarisadministratie. Dat die automatisch die actie uitgevoerd wordt. Een tweede voorbeeld wat ik voor jullie heb. Daarvoor ga ik weer terug naar al mijn taken. Ik pak de signalering van de betalingsachterstand van Acento. Wat we hierna zitten te kijken is een workflow voor de debiteurbewaking. Heel simpel. Wil je de klant even bellen, zodat er daadwerkelijk €1,270,50 betaald gaat worden. Je ziet ook dat hij bij de debiteurbeheerafdeling staat. Maar op het moment dat de klant natuurlijk ook betaalt, dan hoeft er ook niet gebeld te worden. Want het is dan een onzinnige taak. Je wil dan dat die automatisch afgehandeld wordt. Immers, er is gewoon betaald. Dus, hier hebben we de conditie toegevoegd. Als de saldo nul is, dan mag deze workflow automatisch afgehandeld worden op basis van een conditie. Hoe krijgen we dit nu voor elkaar? Daarvoor ga ik jullie heel kort een klein stukje inrichting zien. Daarvoor gaan we naar Windows, Algemeen, Beheer, Geplande Taak. En hier zien we de workflow conditioneel afhandelen op basis van een geplande taak. Laten we gaan kijken wanneer ik hem heb ingepland. Ik heb hem ingepland dus op alle dagen om 10:50. Zomaar een tijdstip puur voor de demo. Nou, we zien op dit moment dat hij 10:30 is. Dus kijken of dat hij daadwerkelijk ook heeft uitgevoerd. We gaan naar de historie kijken. En hij is succesvol voltooid om 10:30. Dus als ik nu terug ga richting Insight en ik klik hier nu op F5. Dan zien jullie dat hij daadwerkelijk ook is afgehandeld. Wat we namelijk ook zien is dat hier het saldo 0 is. Dus deze workflow is fantastisch automatisch afgehandeld door die geplande taak. Maar waar er nog een voorbeeld? Daarvoor gaan we naar Floor. Nou, je ziet het hier. Op het moment dat ik hier op F5 klik ook, dan zie je dat hier de verzameldeclaratie van Floor hier bij de salarisadministratie staat om afgehandeld te worden. Dit waren twee hele makkelijke voorbeelden om aan te tonen hoe dat condities opnieuw bepaald worden binnen de workflows. Op deze sheet zien jullie nog veel meer processen waar je aan zou kunnen denken. Ik weet zeker dat jullie veel meer mogelijkheden kunnen gaan verzinnen waar jullie dit allemaal voor gaan inzetten. Heel veel succes met het wegautomatiseren van onzinnig werk, zodat je tijd overhoudt voor de mooie en leuke dingen. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer.